ik fiets elke dag van Stuns naar Heumen naar mijn werk. En dan heb ik kant 22 kilometer heen en heb ik kant 22 kilometer terug. En ik kom bij Kuuk en ik heb een lekke band. Ik denk, shit, een lekke band. Ik heb niks om mijn band mee te plakken. Waar nou? Toen had ik het geluk dat er een andere fiets erbij kwam. En die stopt en die zegt, meneer, heeft u een lekke band? Ik zeg, ja. Fiets elke dag van Stunnis naar Heumen. Dus ik kan 22 kilometer in en ik kan 22 kilometer terug en ik heb een lekke band. Ja, zegt hij, dat is vervelend. Ja, ik heb niks om mijn band mee te plakken. Ja, zegt hij, dat ik ook niet. En die fiets weg. Even later, dan kan je echt wel geluk. Kwam er weer een fiets voorbij en die zegt, god meneer, heeft u een lekke band? Ik zeg, ja, ik heb een lekke band. Ik werk in Heumen en ik fiets elke dag. Van Stunnis naar Heumen. Dus ik kan 22 kilometer in en ik kan 22 kilometer terug. En dan heb ik een lekker band. En ik heb niks om die man mee te plakken. En die andere fietser zegt, ik ook niet, maar ik kan jou een goed advies geven. Gewoon lopen. Nou, dat is eigenlijk best een goed idee. Dus ik ben van Kuuk naar mijn werk in Heumen gelopen. Maar dan gaat het al veel te laat. Dus mijn baas zegt tegen mij, kel, waar zit je in laat? Hoe kunt dat? Nou, ja. Ik fiets elke dag van Stunnis naar Heumen, naar jou aan het werk. En dan kan 22 kilometer in en dan kan 22 kilometer terug. En bij Kuuk, ik heb een lekker band. En ik heb niks om de band met te plekken. En ik krijg het leuk, ik heb de fiets erbij. En ik zeg tegen mij, hey, jij een lekker band? Ik zeg, ja, ik ben onderweg naar het werk. Ik kom van Stunnis en kom naar Heumen. Dus ik kom van de kant 22 kilometer en de kant 22 kilometer terug. En dan heb ik een lekker band. Maar ik kan ook niet zo'n band met plek. Mon dieu. Dat geluk. Ik heb een fietsvrij. En die stopt. En die zegt tegen meneer, heeft u een lekker band? Ik heb een lekker band. Ik fiets aan mijn werk. Dus in Heumen. Dus elke kant kan 22 kilometer in. En ik kan 22 kilometer terug. En dan heb ik een lekker band. En dan zegt hij, ik ga jou niet helpen. Ik heb ook niks bij om een band te plakken. Maar misschien kun ik dan wel lopen. Ik denk, dat is een goed idee. Dan zeg ik mijn baas, dat is niet laat. Zeg, kijk mijn baas, ik ben er gezien met jou, keizer. Ik ben er van zo zat. Je ziet verslagen. Dus om een kort verhaal lang te maken. Nee, ik zal het niet doen, jongens. Om een kort verhaal lang te maken, fietsen naar nou werk is slecht voor de carrière. Ja, ik was een veeg in een pastorie en ik zag een brief liggen. Ja, normaal loop hem liggen, maar ik dacht die brief moet ik toch eens meenemen. Ja, dat vond ik vond het niet goed, dat gaat het. Ja, het lukt niet, maar ik heb hem toch bij me. En we zullen hem zeggen voor je gaan lezen. Ja, maar dan kijk jij eens mee, want ik vind dat ik wel... Hij kan hem ook nog niet lezen. Nee. Kom eens terug. Dat kun je dat je nog niet geweten is. Bij deze neem ik de vrijheid enige feedback te geven op uw laatste mis van afgelopen zondag en hoop dat u aan deze punten zal werken. Het hokje naast het altaar is de biechtstoel en geen wc. Er zijn 10 geboren en geen 12. Er waren 12 apostelen, geen 15. En geen van de apostelen was een dwerg. En niemand droeg een roodkapje. Om de rand van de wijnbeker hoeft geen citroentje, schijf of een parapluutje. Het wijnwater is om te zegenen en niet om je nek te verfrissen. En die muts met die kleine kieten, dat was moeder Maria.
advies voor de volgende misdaad: 2 druppels vodka in het water en niet omgekeerd. Met vriendelijke groet, de kapitein.